Hey allemaal en welkom bij weer een nieuwe pakketjesunboxing. De vorige was anderhalf maand geleden, twee maanden geleden. En ik vond het mega leuk om dat te doen. Dus een aantal leuke PR-bureaus hebben me weer spulletjes opgestuurd. En ik ga er gewoon lekker meteen doorheen. Vind je het alvast leuk, doe even je duimpje omhoog. En dan gaan we gewoon lekker beginnen. De eerste doos is van een PR-bureau waar ik volgens mij nog nooit eerder wat van heb gekregen. Dat is deze doos. Ik heb dit al gezien, want ik had natuurlijk gekeken of het voor deze video was. Maar ik vond het er zo leuk uitzien. Ik heb hier een koekje, die wilde ik echt toen ik hem zag zo graag opeten. Sugar cookies with royal icing. Een heel leuk pompoentje. En een kaartje. Warm tea, good books, cozy sweaters, fine company van Essence. Dit is wat ik dan zie en eruit ga halen. Heel erg leuk. Volgens mij is dit de eerste keer dat ik van Essence zo'n pakketje krijg. Essence Update Herfst Winter 2019. Allemaal nieuwe producten. Ik ben echt wel heel erg fan van de goedkope producten van Essence. Ook echt van de glossjes en zo. Een oogschaduwpalet, een mascara en een peel-off nagellak. Perfect Shine lipstick, lipgloss, lippotloodjes. Hier had ik echt zin in. Het pakket. Ik heb een Hydrating Plus Perfecting Primer met SPF 20. En het is heel grappig, want dit lijkt heel erg op de primer die ik zelf gebruik van NYX. Een Epic Sunset Eyeshadow Palette. Wauw, die zag ik. Oeh, een spiegel. Heel mooi palet. Echt, dat doen ze echt heel goed. Met heel veel shimmer kleurtjes, maar fijne glitter. Dit zijn kleuren die ik toevallig heel erg mooi vind. Ik heb hier ook nog een hele lijst met alle ingrediënten. Die ga ik niet opnoemen, maar ik vind het wel heel erg goed dat ze dat erbij doen. Echt mooie dingen. Ik heb hier een van de Crystal Power nagellakjes. Ik heb een Essence, of course. What the fake? Volumizing and Lengthening Mascara met Volumizing Fibers. Ben benieuwd. Dan heb ik twee Crystal Power paletten die er heel erg mooi uitzien. Heel erg girly en jeugdig, maar toch ook heel erg chic. Het Blush and Highlighter palette. Wauw. Serieus hoor, ik weet niet, maar ze worden zo goed tegenwoordig, die budgetmerken. Want het lijkt heel erg op een palet die ik had gekregen van NARS. En nog een oogschaduwpalet. Ik vind het toch leuk voor jonge meiden. Ik bedoel, ik weet, er ligt soms echt wel druk op dat je een cadeau voor iemand koopt. Maar stel je komt aan met zo'n mooi palet van Essence. Dan heb je niet heel veel geld hoeven uitgeven, maar wel een heel erg mooi cadeau gegeven. Dus ik vind het er wel echt. Ja, het ziet er super veelbelovend uit in ieder geval. Prachtig. Heel erg mooi. Echt heel erg mooi. Ik heb ook nog een Contouring Duo Palette. Poeder variant. Vind ik zelf super handig om te hebben. Een highlighter. En een blush. Met die blush ben ik heel blij, want ik ben op zoek naar een goede blush die niet te roze is. Dus dat maakt mij heel erg blij. Heel erg handig formaatje. Twee kleuren. Zo leuk dat ik ook iets van Essence heb ontvangen. Want vooral vroeger, echt zodra er nieuwe producten waren, ik stormde naar de kruidvat. Tegenwoordig heb ik ze ook bij Ethos, geloof ik. Om te kijken en ook heel veel te kopen. Heel leuk ook hoeveel verschillende producten ik heb gekregen. Heel mooi. Maar die blush. Ik ben best wel bleek op het moment. Oeh, er komt heel veel kleur vanaf. Ik onderschatte even het pigment. Ik ben het even in zijn geheel aan het uitblenden. Want er kwam super veel kleur af. Dit wordt mijn nieuwe blush, 100%. Ik vind het een hele fijne kleur. Wel lekker roze, daar hou ik van. Dat je toch wel gewoon echt wangetjes hebt. Maar niet too much. Heel leuk. En dan als laatste heb ik de Perfect Shine Lipstick. En de Crystal Power Lipstick. Perfect Shine Lipstick. Wat is deze? Formule waar ik heel erg van hou. Lekker creamy en wel heel veel kleur. Ja, best wel snel uit te vegen, maar dat is wat ik fijn vind. Ik hou niet van heel erg stains. En de Crystal Power Lipstick. En dat is iets wat ik persoonlijk niet draag. Maar zo'n lipstick vol met glitter. Ik hou niet van grove glitters. Ziet er wel ontzettend gaaf uit. Dan iets superleuks. Ik heb namelijk echt mijn nieuwe favoriete schoenen. Die heb ik jullie... Nee. Vorige keer kreeg ik schoenen van Sasha. Dat waren sneakers. Die waren te klein, die ik mocht ik omruilen. Maar toen besloot ik ze om te ruilen voor hele toffe laarzen met gouden gespen. En die heb ik vervolgens op Insta-story laten zien en in mijn vlog. Dat zijn echt mijn nieuwe lievelingsschoenen. Ik vind ze fantastisch. Ik
krijg er mega veel complimenten over. En toen mocht ik dus deze maand weer schoenen uitzoeken, wat ik geweldig vind. Want schoenen heb je altijd nodig, die maken je gewoon blij. Ik wilde ze eigenlijk weer bestellen met zilveren gespen. Omdat ik ze zo leuk vond, toen dacht ik, ja, dat is wel een beetje zonde om echt dezelfde schoenen te bestellen. Dus ik heb andere schoenen besteld die ik iets minder spectaculair vind, maar die je wel echt nodig hebt als vrouw. En die ik heb zijn 5 jaar oud van Esprit. Die zijn niet meer mooi. En deze zijn heel mooi. Dus we gaan ze bekijken. Dat is deze zak van Sasha. Dan is dit de doos. Spannend. Ja, dit zijn ze. Echt wel heel erg netjes. Het zijn gewoon zwarte Chelsea boots. Volgens mij noem je ze zo. Maar dit heb je gewoon nodig. En ik vind ze heel erg mooi. Ik vond de grove... Ze hebben heel veel verschillende soorten eigenlijk. En ik vond de grove... hak en zool heel erg vet. Maar ze hadden ook een nog grovere die wat uitstak. Die vond ik weer too much. Dit heb ik gewoon nodig. Vooral als ik een panty wil dragen. Ja, ik vind het grappig. Ze zijn niet heel stoer. Maar ook niet heel kakkerig. Het is er een beetje tussenin. Dus ik vind het eigenlijk wel perfect. Ik ga hem even aandoen. Dit zijn ze dan. Dit zijn dus echt schoenen die ik in de herfst en de winter heel erg graag draag. Dus hier ben ik heel blij mee. Hele mooie stevige schoenen. Dus dankjewel, Sasha. Next up is een grote doos. Een zware doos, zou ik eigenlijk zeggen. Oh ja, ik had een klein pakketje nog gekregen met 1 product erin. En dat is een tea tree masker van de Body Shop. Ik dacht wel echt van, oké. Maar het is een anti-imperfectie peel-off masker. Je moet er water bij doen, mixen en dan is de masker. Met tea tree oil. Ik had gezegd dat ik tea tree best wel heel erg fijn vind voor mijn huid. Het is gewoon 1 maskertje voor 1 keer. En ik zal vast in mijn vlogs laten weten wat ik ervan vind. En dan de doos. Dit is wat ik nu allemaal zie. En we gaan er samen naar kijken. Paula's Choice. Niet van Paula's Choice gekregen, maar dus van het PR-bureau. Power Berry Serum with 15 fruit extracts. Ja, vorige keer had ik een ziek mooi pakket van Paula's Choice gekregen. Producten waren heel fijn. Ik ben alleen na een tijdje gestopt te gebruiken. Omdat het voor vettere huid is. En op het moment is mijn huid, doordat het wat kouder wordt, best wel droog. Maar heel fijn merk. En dit fights multiple signs of aging. Ik ben toch al 26. En ik heb oprecht beginnen krijpootjes te krijgen. Niet erg, maar ik zie het wel. Revitalizes the look of damaged skin. And 95% natural. Shake well, apply a small amount onto face and neck. For optimal results, use daily and nightly. For daytime, follow it. Ja, ze zijn heel erg van de sunscreen met Paula's Choice. Valt me op. Dit is denk ik van de Earth Sources lijn. Zo ziet het er dus uit. Ik heb ook wat van Zenner gekregen. Een haarclip. Best wel heftig, maar ook wel heel erg leuk. En deze had ik vorige keer ook gekregen. Een scrunchie met een bow. En ook nog een sunkist. Dat was eigenlijk voor de zomer, denk ik. Haarclip. Best wel leuk. Ik ben heel erg into goud op het moment. Dan, dit ziet er heel spannend uit. Indeed. Hydraluron. Is het hydraluron? Ik dacht hyaluron. Oh, dit is hydraluron. Dat is denk ik wat anders. Volumizing lip treatment. Daar ben ik altijd heel erg benieuwd naar. Ja, want hier staat weer hyaluronzuur. Met granaatappel. Volulip TM. Dat zit er allemaal in. Zo vaak als je wil... Nou, dit ga ik sowieso in mijn vlog testen. Ik heb nu wat lipstick opgedaan, dus ik ga het nu niet testen. Maar dit gaat sowieso getest worden, want dat vind ik altijd super interessant. Of je lippen inderdaad gaan plumpen. Ik ben wel blij met mijn lippen. Maar altijd leuk om te zien of ze dikker worden. Spannend, spannend. Leuk. Verder had ik de Embryolisse La Crème Concentré bijna op. Dus ik zei van, mag ik die ook er weer bij? Maar volgens mij zijn ze die vergeten mee te sturen. En ik zei, mag ik de Embryolisse La Crème Fluide? En ze zijn altijd super lief bij de PR-bureau, maar ik denk dat er iets mis is gegaan. Ik weet niet, maar ze heeft de Embryolisse Hydra Matte toegestuurd. Dat is iets anders, die ken ik niet. Dit. Ik glim wel heel snel, dus... Ik denk Embryolisse met iets erin, waardoor je huid wat meer mat blijft. Ook heel benieuwd naar, dit ga ik ook zeker meteen testen, want dit merk is perfect. Kleine verpakking. Ben benieuwd. I will let you know in mijn vlogs. Iets wat er heel leuk uitziet. Hier had ik volgens mij ook een persbericht over gekregen. Maar we gaan eens kijken. Wat is dit? Dit is van Colosol Eau de Lait. Een water milk cleanser, make-up remover, velvety skin. Ziet er tof uit.
Do not drink. Nee, dat snap ik. What? Het ziet er zo spannend uit. Volg me ook zeker op Instagram. Want gisteren heb ik bijvoorbeeld een hele Insta-story geplaatst over een Glam Glow masker van mijn vorige unboxing. Hoe geweldig ik die vind. De ene keer vertel ik het in mijn vlogs. Dan weer op Instagram. Als ik er eigenlijk niks belangrijks aan vond, vertel ik het niet. Als ik het heel slecht vond, vertel ik het vaak. Dus volg me even overal als je echt op de hoogte wil blijven. En ben je benieuwd naar een specifiek product, zet het altijd in de comments neer. Want dan reageer ik er of op met wat ik ervan vond. Of ik zeg van, dat komt nog in mijn vlog. Maar ik reageer altijd. Nog meer spannende dingen. Oh, van Indeed. Baku Kriol Reface Pad. The gentle alternative to retinol. Retinol, wat is retinol ook alweer? This pad works to gentle, promote clear and even skin. Formulated to reduce the appearance of fine lines, wrinkles, uneven skin tone and texture. All while protecting against moisture loss. Ziet er vet saai uit, vind ik zelf echt niet mooi. Maar er zitten allemaal van die pads in. En het klinkt wel heel veelbelovend. Dit is het. That's it, gewoon heel licht. Spannend, leuk. En van Medic 8, allemaal merken die ik niet ken, heb ik een Refining Moisturizer. Pore Minimizing Lightweight Hydration Pore Refining. En er zit een gele stip, ik weet niet waarvoor. En dit is een skin perfecting moisturizer that refines pores and resurfaces skin to leave your complexion flawlessly matte yet perfectly hydrated. Wederom heel interessant, saaie verpakking, maar vaak zijn dat wel hele goede producten. Ben benieuwd. En ik heb dus 3 dingen, maar dit is volgens mij dat merk wat ik niet lekker vind van Eau de Cologne. Maar het zijn mega verpakkingen dit keer. Ja, want ik vond Eau de Cologne dus niet lekker, maar ik blijf het krijgen. Maar misschien vind ik het nu wel lekker. Ik heb 3 Eau de Cologne's gekregen. Mega verpakking. Dit zijn ze. Ik ga die Rose sowieso even openmaken. Mijn moeder is echt Rose fanaat. Dus als het naar Rose ruikt, moet ik dit aan haar geven. Het ziet er toch wel echt heel tof uit. Een beetje retro of zo. Ik dacht altijd dat Eau de Cologne voor oude mannen was of zo. Dat was heel creepy. Nog een beetje verkouden. Dit vindt mama heel lekker. Ik vind het ook lekker. Het ruikt echt naar rozen. Dit zou ik op mijn bed spuiten. Niet per se bij de wc. Dit zou ik niet op mijn lichaam doen. Wel op mijn kleding. Het ruikt echt naar rozen. Ja, nu moeten we ook de rest eigenlijk ruiken. Wat is lilac? Lilac. Ik zie dat het doosje lilac is, maar... Oh, het is wel heel sterk. Lekker. Het is zoet. En sterk. Hè? Ik ga niet plaatsen. Het blijft gewoon niet mijn merk. Maar ik vind het niet vies. The classic floral notes of perfumery. Lila's. Zijn het lelies? Vlieder. Ik weet het niet. Ik zou dit niet op mijn lichaam spuiten, maar het ruikt gewoon allemaal heel erg fris. Is het wat meer voor oudere mensen? Ik weet het niet. Dit is dus jasmine. Dat is mijn thee. Zo heftig. Oh nee. Dat vind ik de parfum die ik van mijn oma vroeger opdeed. Maar wel lekker. Het is echt niet vies, maar het is niet Charlotte. Ik hou van of een beetje sexy geurtjes of heel zoet. Ik kan het niet... Nee, heel sterk in ieder geval. Niet mijn ding, maar wel heel interessant. Ik ben benieuwd of jullie het kennen en wat jullie ervan vinden. Oh, ik heb nog meer Zenner. Oh, koelie koelie. Pink Tree. Wat moet ik ermee? Aan kinderen in mijn klas geven. Oh, dit is wel leuk. Dit ga ik toch niet dragen. Oh ja, er stond in het mailtje. Leuk voor je dochtertje. Dus waarschijnlijk denken ze dat ik iemand anders ben. Ik denk ineens, misschien hebben ze mij wel het verkeerde pakketje gestuurd. Hebben ze het door elkaar gehaald. Omdat ook die embryolies er niet in zit. Ik weet het niet. In ieder geval weer allemaal superleuke spullen om te gaan testen. Als laatste, de doos die vanochtend binnenkwam. Dat is deze. En die zit ook weer gevuld met goodies. Wederom een roze papiertje. En hier zitten... allemaal hele mooie merken in. Ik mocht een lijst met faves naar
de contactpersoon toesturen. Dus ik hoop dat daar ook wat producten van in zitten. Want bijvoorbeeld de Bobbi Brown Lip Gloss en een Glam Glow Masker. Die producten zijn op en die wil ik heel graag nog een keer. Dus ik hoop dat die erbij zitten. Laten we gaan kijken. Ik zie als eerst een Glam Glow Masker die ik nog niet ken. Maar toevallig zei gisteren op Instagram iemand. Want we hadden het op Instagram over wat we vinden van dure skincare en zo. Toen zei iemand dat ze de oranje heel fijn vindt. En dit is de Flash Matte Brightening Treatment. Alles wat ik van Glam Glow krijg ga ik sowieso op hetzelfde testen. Want mega fan van dat merk. Ziet er wederom heel erg tof uit. Hello sexy. 50 ml potje. Je hebt ook van die travel sizes. Dit is gewoon de original size. Ik denk dat dit een masker is. Dit zit erin. Een soort crème substantie met zwarte puntjes. Wat is het? Een brightening treatment mask. Apply to dry face in circular motions to pre-exfoliate. Leave on for a minimum of 20 minutes. Product will turn semi-transparent. Transparent as ingredients absorb. Wash with water to start. Use 3 days in a row. Thereafter 2 to 3 times a week. Spannend. Ga ik zeker testen. En jullie horen van me. Misschien wel het eerste Glam Glow product dat ik niet fijn vind. Maar ik ben bang voor niet. Ik vind alles geweldig van Glam Glow. Ik heb trouwens nog een lief kaartje. Ik heb wimpertjes gekregen. Helaas gebruik ik dat niet. Ardell heb ik mezelf ooit toen laten influencen. Of noem je dat? Een YouTuber zei dat dit haar favoriete wimpers waren. Dus die ben ik toen ook gaan kopen bij Kruidvat. Maar ik gebruik gewoon geen nepwimpers. Maar hier kan ik vast iemand heel blij mee maken. Soap and Glory. Daar heb ik nog nooit iets van gehad. Oh, het is een handcreme. Dat gebruik ik alleen eigenlijk nooit. Hand Foot Hydrating Hand Cream with Shea Butter, Macadamia Oil en Marshmallow. Ik ruik niks meer. Het ziet er in ieder geval heel erg Charlotte-achtig uit. Er zit gewoon een witte in. Heel leuk, in ieder geval om cadeau te doen. Dan heb ik de Filorga Oxygen Glow Clean. Deze heb ik toen van Lotte gekregen en meteen opgemaakt. Hier zit een, deze heb ik steeds op reizen ook meegenomen. Omdat die heel goed dicht zit en niet zo'n grote verpakking is. Dus die had ik mee naar het hotel met mijn nichtje. Naar het hotel met Rowan in Antwerpen. Naar het hotel met Linda in Breda. Maar hier zit echt ook glim in en glans. En het is een hele zuinige cleanser waar je heel lang mee doet. Best wel dikkig. En ik kan niet precies vertellen wat ik er fijn aan vond, maar zodra ik hem had, had ik hem direct de hele tijd gebruikt. Hij maakt je huid ook helemaal niet droog of iets. Dat vind ik ook heel erg fijn. Filorga vind ik een heel tof merk tot nu toe. Dus ik ben heel blij dat ik die weer heb gekregen. Bondi Sands, daar heb ik al best wel vaak spullen van gekregen en ik heb het nooit gebruikt. Vet zonde, maar ik gebruik geen bruiningsproducten behalve de zonnebank. Maar dit is de Bondi Sands Everyday Gradual Tanning Milk Body Moisturizer Dual Action Formula. Cocoa Butter Scent, vind ik heel lekker. Verrijkt met aloe vera en vitamine E voor een gezonde stralende huid. Creëer moeiteloos een duurzame goudbruine taan. Zorg voor een schone droge huid om een gelijkmatige streepvrije taan te creëren. Stap 2. De Gradual Tanning Milk in gelijkmatige cirkelvormige bewegingen aanbrengen. Wacht met aankleden tot de huid is opgedroogd. Dagelijks gebruiken om het hele jaar door een goudbruine tint te garanderen. Ik ga dit wel gewoon even testen op mijn benen, want dit vind ik zo interessant. Omdat het namelijk geen spray is, maar een lotion. En dan lijkt het me best wel makkelijk om gewoon ervoor te zorgen dat je hele benen gecoverd is met lotion. Met spray vind ik dat wat moeilijker. Kan het ook op je gezicht? Dat zou echt geweldig zijn. Ik heb nog iets van Soap and Glory. Waar is dat van? Ik ken dat. De Radius Butter Body Moisturizer. Ik ben gewoon niet zo'n smeerder. Ik smeer heel erg veel op mijn gezicht, maar nooit op mijn lichaam. Nooit op mijn handen. Maar misschien moet ik dat eens een keer gaan doen. Very Dry Skin Formula. Heel fijn wel met het weer dat er nu aankomt. Smeer een handje de Radius Body Butter op een vochtige huid en masseer tot het helemaal is ingetrokken. Van Boots. Op een vochtige huid. Ruikt lekker. Dit gaat ook een beetje. Het is ook niet marshmallow. Heel schattig klein potje. In ieder geval geweldig om dit merk een keer in handen te hebben. Want ik ben echt obsessed met andere merken. Ik ga ook naar New York. Hey. En daar ga ik ook allemaal leuke dingen kopen. Ja, deze had ik aangevraagd. Is dit het eerste wat ik heb aangevraagd? Of niet? Wat erbij zit? Ja. Diep reinigende condi strips. Beste body strips ever. Oh, ik neem niet op. Ook neem wel op. Neem ik op? Oh. Ik neem niet op. Het is zo balen. Nu hadden jullie heel slecht geluid. Het spijt me. Lijkt me echt, jongens. Vind ik zo stom van mezelf. Waarom ben ik nou zo slordig altijd? Nou, sorry. Ik kan er niks meer aan veranderen. Ik baal er echt van. In ieder geval.
Ik had ooit een betaalde samenwerking met Bioré. En dat was mijn lievelingssamenwerking ooit. Ik heb er nog niet zo vaak samenwerkingen gehad. Maar dat is een merk wat heel goed bij me past. Want het is mijn lievelingsboerie-stripmerk. Dat zijn deze strips. Waarschijnlijk weten jullie het inmiddels wel. Als je hierdoor ooit hiermee geïnfluenced bent door iemand, was het waarschijnlijk dat je er geen spijt van kreeg dat je het kocht. Want dit is gewoon supergoed. Ik ken geen één merk die zulke goede poriestrips verkoopt als Bioré. Dus hier ben ik weer heel blij mee. Ik ben wel gestopt met het steeds aan mijn poriën zitten en te vaak die strips doen. Want ik merk als je het heel vaak doet dat je poriën sneller weer vies worden. Maar vooral ben ik gestopt met dit te doen. Want je kunt beter zo'n strip gebruiken dan met je nagels te lopen pulken. Hey, ik heb nog iets van Glam Glow. Eye Boost Reviving Eye Mask. Hydrate, soothe and revitalize. Gewoon een eenmalig oogmasker. Oh, dit is ook echt het masker. Tof. Oké, dit verdient sowieso een vlogmomentje als ik dit op ga doen. Dan heb ik nog de laatste drie dingen. De nummer 7, Hydra Luminous Day Lotion met SPF 15. Daily Hydration Plus Protection. Visibly Fresh Looking and Glowing Skin. Deze ga ik even bewaren tot de zomer, want in de winter hoef ik niet echt een dagcreme met zonnefactor erin. Maar in de zomer zeker, dus ik ben benieuwd. Dan van Maria Nila, mijn favoriete haarkleuringsmaskermerk, heb ik de Quick Dry Heat Spray. Want daar was ik best wel benieuwd naar. Dit is een hittebescherming, maar het droogt extra snel op. Nee, je haar is extra snel droog. Ik had het gelezen. Ja, een heat protecting, is het ook in het Nederlands? Warmtebestendige spray die ook je feuntijd verkort. Aanbrengen op vochtig haar alvorens te feunen. Of stijlen, neem ik aan. Ben ik vet benieuwd naar, want ik feun mijn haar niet, omdat het en minder mooi gaat zitten in mijn haar. Als ik het helemaal feun tot het droog is, gaat het wel mooi zitten. Maar als ik het een beetje feun, wordt het frizzy. En feunen duurt bij mij echt een half uur. Mijn kapper zei dat ook al, dat het heel lang duurde. Dus stel dat dit werkt, dat zou echt geweldig zijn. Ziet er wederom prachtig uit, zoals alles van Maria Nila. En het laatste product. Ik had laatst ook een gloss gekregen, maar er zaten allemaal glitters in. Dus nu had ik een andere gloss doorgegeven. En ik hoop dat dat hem is. De Smashbox Gloss Angeles Extra Shine. Want ik hou van lipgloss. Ik draag het elke dag. Ook als juf zit ik de hele dag lipgloss. Dat is gewoon mijn lipbalm. Maar ik hou niet van glitters. Ja. Oh nee, deze had ik volgens mij niet. Ik had de Plump of zo aangevraagd. Dit is hem. En het is gewoon een transparante gloss. Waar je lippen heel erg van gaan glossen. Neem ik aan. Zal ik hem eens opdoen? Oh, een soort apart tuutje. Oh, lekker. Hij is een beetje... Oh, hier. Oh, dit is top. Ik voel het wel. Wat ik fijn vind is als het... Je hebt zeg maar gloss die van vroeger. Weet je, die lipgloss die zo erg blijft plakken. Dat er allemaal draden aan je lippen hingen. Dat vind ik verschrikkelijk. Je hebt de gloss die na één keer dit weg is. En je hebt gloss die iets dikker is. Waardoor die een soort van... Ja. Op je lip glijdt en blijft zitten. Dus lekker glossy, maar wel stevig. En dat is deze. Deze voelt heel fijn aan. Hij heeft alleen geen kleurtje of iets, maar hij geeft glans. En ik doe ook vaak nog even zo. Een beetje highlight erbij. Ik ben echt love lip gloss. Dus deze is meer dan welkom. Doosje gaat ook weg. Dan was dit alles. Ik hoop dat jullie het super leuk vonden. Volgens mij kan het echt makkelijk de helft van het aantal pakketjes zijn. Want dit was weer een mega video. Ik hoop dat jullie het heel erg leuk vonden. Heel erg bedankt voor het kijken. Doe ook even je duimpje omhoog als je het leuk vond. Dat zou ik heel erg leuk vinden. Want dan weet ik ook een beetje ja, of veel mensen het leuk vinden. En dan zie ik jullie heel graag weer bij een weekvlog. En natuurlijk op Instagram. Dankjewel en fijne dag. Doei!